dat bij jou in gedachten om Smoke Your Eyes te doen? Oeh, dit is de nieuwe Quatre Ombres. Fijn zeg. Begin ik met het borstelen van de wenkbrauwen. En dan ga ik met kleine bewegingen haartjes eigenlijk als het ware tekenen. Dan begin ik nu met Smoky Eye. Dit doe ik ook nat, zodat de kleur intenser is. Nu gebruik ik de middelste kleur, of de een na donkerste kleur, om het langzaam te gaan blenden en het iets zachter te maken. En dan de allerlichtste kleur, die zet ik in de ooghoekjes en net onder de wenkbrauw, zodat je echt een mooie frisse blik krijgt. En dan ga ik met de donkerste kleur de onderkant van het oog. En die mag best wel dik, mag lekker smoky. En dan zet ik nu een eyeliner tegen de wimperrand aan. En een klein beetje bij de ooghoek omhoog voor een extra lift. Dan krul ik je wimpers goed bij de aanzet en met kleine bewegingen op en neer voor een mooie krul. En daarna gebruik je de Le Volume mascara. Zet hem heel goed en dik aan bij de aanzet. Zorg dat de puntjes van de wimpers mooi dun blijven. En dan boven en beneden. Mooi, hè? Wat een verschil, hè? Gebruiken we de crème blush. Doe je gewoon met je vinger, zodat die mooi samensmelt met je foundation. Lijkt het net alsof het je eigen blush is. Nou, en bij deze heftige ogen vind ik het mooi om de lippen natuurlijk te houden. Maak ik de look af met Le Beige van Chanel. Oh, dat is mijn lievelingspoeder. Zo lekker. Nou, wat vind je ervan? Ja, mooi. Ik vind het zo mooi, een smoky eye met paars. Ja. Ik ga nu iemand bellen die met me uit wil.